Weet waar ik rare mensen vind, Hengelo? Weet waar ik rare mensen vind? Mensen die koffie drinken in de supermarkt. Mensen die nog vloerbedekking hebben thuis. Mensen die thuis allemaal tegeltjes wijzen aan de muur hem hangen. Paardenmensen. Mannen die wel met hun vrouw meegaan naar de stad, maar niet meer de winkel naar binnen. Van die mannen die op latere leeftijd ineens besluiten om op zondagmorgen te gaan wielrennen met elkaar. Sylvana Simons. Elon Musk, Richard Branson en Jeff Bezos. Jesse Klaver. Maar dan Max Verstappen ook. Behalve Rob. Ze hebben niet goed wijzen zo. Wat ben je, pedofiel? Hij zegt nee, blind. Tijdens het kleien van zijn gezicht heeft de kunstenaar toch een telefoontje gekregen. Heel belangrijk. Is na 25 minuten teruggekomen. Ja, het is al hard. Ja, dan maar zo. Ja, sorry hoor. Oh, ik heb laatst iets besteld bij bol.com. Alleen, ik had een vlag nodig, een Nederlandse vlag. Overal uitverkocht. Weet ook niet hoe ik kan. Ik dat ding uitpak, vlag eruit gehaald, ik teruggemeld. Ik zeg, nee, verkeerd omgeleverd. Ik heb 15 jaar lang als Vito Dido gewoon. Ja, dat is echt niet leuk hoor. Ja, lach erom. Dat is echt niet leuk. Ja, vooral niet voor mijn zus. Nee, echt. Ik denk de reden dat zij nu lesbisch is, omdat mijn moeder niet kan knippen. Ja. Ik ben er wel een keer klaar mee. Thijs Kemperink, ik ben nog nooit naar een voorstelling van je geweest. En dat wil ik heel graag zo houden.